Ik heb Patrick Lefevre leren kennen eind van de jaren 80. En dan, een paar jaar later, als Del Tongo een fusie aangegaan heeft met GB, is Patrick bij ons gekomen, ik denk eerst als boekhouder. En dan is Patrick sportbestuurder geworden in de plaats van Roger de Vlaming. Patrick Lefevre was direct zeer autoritair met de renners, maar autoritair op een manier dat de renners dat konden aanvaarden en op een respectvolle manier, waardoor dat er eigenlijk een wederzijdse wisselwerking was die direct resultaten gegeven heeft. Maar ook als sportbestuurder was Patrick zeer goed. Hij kende de wedstrijd goed. Hij had autoriteit met de renners. De renners deden wat van hen gevraagd werd, zonder morren of zonder vragen bij te stellen. Ook omdat zijn adviezen altijd technisch zeer goed waren.